Op zaterdag 12 november zijn in Zalencentrum Centraal in Zomeren met confetti en een hoop lol de nieuwe jeugdhoogheden van het Meerpoeleke bekendgemaakt. Dit carnavalseizoen gaat jeugdprins Moos voorop in de Polonaise, gevolgd door jeugdadjudante Jul en een dol enthousiaste jeugdraad. Prins Moos ten eerste, Moos Isbouts en Jul Thomassen, jij bent de adjudante? Ja. Proficiat. Moos, hoe is het gekomen dat je prins bent? Ja, gewoon door de bekendmaking bij Centraal. En het was een leuke bekendmaking. Ja, en wist je van tevoren dat je prins zou worden of niet? Ja, ik wist van tevoren. Wanneer wist jij het? Vorig jaar al. Zo lang al? Ja, want het leek me best wel leuk omdat Jara, vriendin van Saar, die vond het super leuk. Dus ik dacht, ja, het lijkt me ook wel leuk. En moet je dan aanmelden voor prins of word je dan gevraagd? Dan moet je wel aanmelden. En je wilde ze graag horen dat ze niet onder jou uitkomen? Jij moest het horen? Dat hoefde niet per se. Ja. Maar ik vond het super leuk om te horen. Ja. En Jul, hoe hoor je adjudant? Ja, ik had me aangemeld voor prinses en adjudante. En dan weet je het eigenlijk pas bij de bekendmaking. Ja, en toen werd je adjudant en daar waren je tevreden mee? Ja, zeker. Ja? Kennen jullie elkaar of niet? Ja. Waarvan? Van school. Van school, dezelfde school? Ja, en dezelfde klas. Dezelfde klas ook nog. Nou, vertel eens Moos, wie ben jij? Ik ben Moos Isbouts. En je bent de zoon van? Ik ben de zoon van Nick Hurkmans, Michael Isbouts en ik ben de broertje van Saar Isbouts. Ja. En waar woon jij? Heikantstraat 40. Was dat ver weg? Met de fiets? Ja, ik ben met de auto. Met mijn auto. En dan zit je op school? Waar je op school zit je? Ja, ik fiets naar school, ja. Ja. En Jul, wie ben jij? Ik ben Jul Thomassen en ik ben 11 jaar en ik zit ook gewoon bij Moos in klas. Ja, en jouw ouders zijn? Tetske Welte en Twan Thomassen. Ja, heb je ook broers en zusjes nog? Ja, ik heb een broer Stan. Ja, en zijn allemaal jaloers? Ja, Stan vindt die zo leuk. Ja, jullie vieren echt carnaval andere jaren ook of niet? Ja, ik wel. Ik vier wel carnaval, ja. Dat is wel een hobby voor jou? Ja. Wat zijn jouw hobby's nog meer? Voetbal en naar autobus gaan met oom Niels. Ja, en jullie ga je? Handbal en creatief zijn. Ja, en daar heb je daar de komende tijd allemaal geen tijd voor? Nee. Nee? Want jullie gaan allemaal vieren met meer poeliken, hè? En wat houdt daar allemaal in? Wat ga je allemaal doen? Rossen, polonaises en vooral feest maken. Ja. Met en jullie gaan vaak weg? Ja, denk het wel. Denk het wel, hè? Heb je al iets meegemaakt? Want je bent nu anderhalve week prins. Bij de bekendmaking van de pompers. Ja. En ja, nog de bekendmaking van ons. Ja, en bij de bekendmaking van de prins Daan, toch? Was je ook bij, of niet? Die kwamen naar ons. Ja. En wat ga je nog meer meemaken? Vertel eens wat. We gaan een receptie doen. Wanneer ook? Polonaises en we gaan nog naar andere bekendmakingen. Ja. En, ja. En heel belangrijk, de optocht. Ja. Jullie gaan twee keer met de optocht, of niet? Jullie gaan naar Lierop. Ja. Ja, toch? Ieder jaar? Ja. En de zomer. Heb je de prinswagen al gezien? Nee. Ja, ik denk dat die veranderd. Die is heel hoog, Prins Moos. Ja? Wat lijkt jou het leukste van het hele carnaval? Rossen op de kar en veel feesten. Ik denk de receptie het leukste is, of niet? Ja, ik denk het ook. Want wanneer is die? Voor jou? Januari volgens mij. Ja. En adjudant, wat doe jij eigenlijk voor Moos de hele dag? Ja. Om lastig vallen? Ja, ik loop. Ja, we zijn een beetje bij elkaar aan het lopen en zo. En, ja. Ja, ik doe eigenlijk niet heel veel voor Moos. Ja, we doen het gewoon samen gezellig maken en zo. Ja, maar als Moos moet drinken, dan moet jij dat gaan halen, of niet? Ja, we hebben een. Iemand wou drankman zijn van ons. Oh, dat hoef je niet te doen. Nee, gelukkig niet. De milieu zijn straks een onafscheidelijk paar. Nee. Oh, wauw.
Denk ik wel. Dat je constant bij elkaar bent. En wie loopt er dan voorop? Moos. Moos. Ja? Ja. Wat vonden ze thuis van dat jullie allebei adjudant en prins geworden? Papa en mama vonden het superleuk. Saar vond het ook leuk. En ja, iedereen van de familie vond het leuk. Ja. En bij jou? Mijn hele familie vond het leuk. Alleen mijn broer niet, want die vindt kanker niet zo leuk. Ja. Maar goed, dan leert u al mijn leven. Ja, hij gaat ook helemaal niet mee. Nee? En dan mis je wat, hè? Ja. Ja, dan moet je maar foto's kijken. Ja. Was de eerstvolgende uitstap voor jullie? De receptie? Ja, volgens mij wel. Ja, je hebt er zin in. Heb je ook een lijfspreuk, Prins Moos? Ja. Vertel eens. Bij SVS sta ik in het Duurlijke. En nu ben ik hier om trotsen bij meer te kunnen. Allah.